Dit is een heel mooi affiche. Sparta Volendam, de nummer 1 tegen de nummer 2. Hoe leef jij er naartoe? Nou, met adrenaline in ons lijf. Want het is hartstikke mooi dat we de derde wedstrijd in één week een wedstrijd krijgen die tussen de nummer 1 en de nummer 2. Dus dat is voor ons natuurlijk allemaal hartstikke mooi. We weten allemaal dat Sparta heel aardig speelt. Hoe moeten we Volendam zien? Nou, die spelen ook heel goed voetbal. En die scoren nog veel meer dan Sparta. Zijn wel in deze week hun topscorer kwijtgeraakt, Robert Muren. Dat is wel lekker, hè, voor Sparta, denk ik. Ja, Robert is een goede speler. Ik heb in Volendam gewerkt en toen heb ik hem uit de amateurs gehaald. En, ik ken hem goed. Goede spelen. En natuurlijk een gevoelige aderlating voor de tegenstander. Maar het is wel zo dat ze wel veel goede spelers hebben. Als je kijkt naar hun voorhoede. Aan de zijkanten met Kuwas en Marengo. Het zijn ook jongens die ik goed ken, vooral Marengo. Maar dat zijn ook goede spelers. Hun spits Philips ontwikkelt zich goed. Ze hebben ook nog Henkie Veerman die daar kan spelen. Dus ze hebben heel veel kwaliteit in de ploeg. En dat belooft wel een hele open wedstrijd te worden. Dus we verheugen ons er wel op. En in hoeverre ga jij vasthouden aan jouw samenstelling? Pieter Nijs is er niet bij, die is geblesseerd. Wat heeft hij precies? Nou, Pieter Nijs heeft een scheurtje in zijn knieband, in zijn binnenband, in de mediale band. En de diagnose van dokter Lucas Vogels is dat hij 6 tot 8 weken oud is. Dus dat is wel voor ons wel heel erg jammer, want Pieter was bezig aan een goede reeks. En zijn logische vervanger is Steve Nieuwendaal, die al een aantal keer goed is ingekomen en die zijn positie gaat bekleden. En is het dan zo dat je tegen een aardig voetballende ploeg zoals Volendam juist een type Nieuwendaal extra goed kan gebruiken? Ook hierna tegen Jong Ajax, Jong PSV? Nou, kijk, ik heb wel geleerd dat we van wedstrijd tot wedstrijd moeten bekijken. En als we het specifiek naar deze wedstrijd gaan bekijken, ja, dan is Nieuwendaal voor ons op het middenveld natuurlijk van veel waarde. Omdat hij vaak iemand is die in de controle speelt, die heel goed is in het bal afpakken. Net zoals Pieter Nijs dat is. Hoe is het met Paul Gladon en zijn krediet van al 4 wedstrijden niet scoren? Ik wist al, ik verwachtte toch al dat je toch wel... Paul wacht... Logische vraag toch, Gert? Nee, tuurlijk. Dat is altijd logisch. Mm-hmm. Even ten aanzien van Paul. Ja, Paul werkt heel hard. Brengt ook andere spelers in scoringspositie. Spitsen beoordeel je vaak op doelpunten, maar wij kijken niet alleen naar de doelpunten. We kijken naar hoe het team samenwerkt, hoe we aanvallen, hoe we verdedigen. En je hebt de afgelopen wedstrijd gezien dat Paul er al een paar keer heel dichtbij was. En ik denk dat het ook niet lang meer gaat duren voordat hij zijn goal ook meepakt. Oftewel, hij blijft gewoon lekker staan. Ik verpak dat wel in een heel lang antwoord, maar misschien had ik dat moeten zeggen. Nu sprak ik zojuist Roy Kortsmit en ik vroeg hem, heel fijn. Hoe verklaar je nou de gedaanteverwisseling van Sparta? Hij zei, er zijn heel veel factoren, maar een van die factoren is dat er geen groepjesvorming meer is. We zijn echt nu 1 selectie, 1 groep. Heeft hij dat goed geformuleerd? Nou ja, Roy zit midden in de groep en die verwoordt het gevoel van de groep. Ik heb ook al een aantal keren gezegd dat dit natuurlijk een hele andere groep is. Vanaf moment 1 een hele andere samenstelling. Met nieuw elan. Frisse jongens. En dan ga je ook lekker voetballen in de voorbereiding. En wat dan heel belangrijk is, dat je wedstrijden gaat winnen. Dat je punten gaat pakken. En als je dat dan allemaal bij elkaar optelt, krijg je al een goed sfeertje. En laten we proberen om dat zo lang mogelijk te koesteren. En vraagt dat dan ook een andere benadering van jou? Ben jij anders in het benaderen? Nou ja, ik heb geprobeerd ook vorig seizoen zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. Vorig seizoen sloeg dat totaal niet aan. En in dit geval doe ik gewoon weer de dingen die ik altijd doe. Gesteund door mijn staf. Ik werk heel nauw samen met Peter, John en Frank. Ik hoorde nog een collega van je zeggen vorige week Berg, Wolf, Kruis, maar daar hoort Kooijman zeker bij. Wij als staf doen niet veel andere dingen dan dat we vorig jaar deden. En nu zijn we, voor dit moment gaat het heel lekker. Maar hele echt schokkende andere dingen heb ik niet gedaan. Nu heb ik zelf heel weinig van NEC en Roda gezien. Zijn die even goed als Sparta, denk je? Of schat je ze hoger in? Hoe moet je dat zien? Nou, ook dat weet ik niet. Want wat jij zegt, je ziet de beelden. Je ziet dat in de Super League... op dit ogenblik bijna iedereen wel van iedereen kan winnen. Want wie had nou verwacht dat Jong PSV tegen NEC zou winnen? NEC heeft wel veel kwaliteit. Hè? We hebben veel goede spelers.
Maar het is wel een nieuw team. Roda, hetzelfde. De druk daar is groot. Want ja, zij worden geacht om direct weer te promoveren. Nou, dat kennen we hier wel. Dat is al jarenlang hier aan de gang. Maar hoe de teams ten opzichte van elkaar zich verhouden, dat weet ik nog niet. Omdat wij nog niet tegen die ploeg hebben gespeeld. Het is wel laat opblijven, hè, voor die samenvattingen. Nou ja, ik hoop wel dat, want het zijn goede beelden. En Hans praat dat prima aan elkaar. Maar je vraagt je af waarom dat dan zo heel laat op de avond moet gebeuren. Opnemen, videorecordertje instellen. Nou ja, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik hier een soort Marco Gentile heb in de persoon van Tim. Die dat ook allemaal doet. Dus we zien dat wel.